De Bossen zwemleraar Benno Larue komt binnenkort vrij. Hij wil zich na zijn vrijlating in Duitsland vestigen. De zwemschoolhouder werd 4 jaar geleden opgepakt omdat hij jarenlang tientallen zwakbegaafde meisjes misbruikte in zijn zwemschool. In hoger beroep werd hij uiteindelijk veroordeeld tot 6 jaar gevangenisstraf. Over 1,5 maand zit 2/3 van zijn straf erop en komt hij vrij. En bij de rechtbank in Den Bosch is onze verslaggever Rogier van Som. Ja, hij komt dus binnenkort vrij, Rogier. Hij wil naar Duitsland, maar kan dat ook? Nou, waarschijnlijk niet, want er worden wel voorwaarden gesteld aan die vrijlating. En daar zijn ze nu druk over aan het nadenken. Over een paar weken wordt bekend wat die voorwaarden dan precies zijn. Maar dan kun je denken aan bijvoorbeeld dat hij een enkelband moet dragen, dat hij Nederland niet uit mag, dat hij een gebiedsverbod krijgt voor bijvoorbeeld zwembaden. Dus er wordt nu over nagedacht, maar de kans dat hij naar Duitsland kan is heel, heel klein. Nou, is het een zaak geweest die flink ook in de media is geweest, ook heel veel mensen geraakt heeft. Natuurlijk in eerste instantie ook de kinderen en de ouders die erbij betrokken zijn. Die moesten het uit de media horen. Hoe hebben zij gereageerd? Ja, geschokt. Uiteraard zou ik bijna zeggen. Het lijkt nog zo kort geleden, toch is het al 4 jaar geleden, dat hier dat monsterproces hier bij de rechtbank in Den Bosch plaatsvond. Ja, dagenlang werden er namen, tientallen namen van kinderen opgenoemd en werd er verteld wat Benno Larue met ze had uitgespookt. Ja, dat heeft natuurlijk ernstig ingehakt en ja, ze zijn geschokt dat hij nu dus alweer vrij gaat komen. We spraken met Danny Swartz, een vader van wie de zoon zwemles had bij Benno Larue, die in de wijk woonde waar Benno Larue ook woonde. En ja, hij zegt de hele buurt is er vandaag mee bezig. Ik kon het haast niet geloven. Het schokkende ervan was ook dat de man naar Duitsland gaat. Onder het motto van, daar kennen ze me niet. En daar kan meneer weer gewoon verder gaan met zijn leventje wat hij altijd geleefd heeft. Ja, wie zal de garantie geven tot hij daar een onberispelijk leven gaat leiden? En waar ik woonachtig ben, daar heeft de heer ook gewoond. Daar is natuurlijk wel het gesprek van de dag geweest. De meeste mensen zijn toch wel lichtelijk geschokt tot het zo snel voorbij is gegaan. En tot nu de heer Benno L. Ja, eigenlijk weer gewoon zijn leven op kan pakken. Terwijl ja, de mensen die kinderen hebben die misbruikt zijn, die hebben eigenlijk levenslang. Ja, Rogier zegt van, het is nog niet zo 1, 2, 3 gezegd dat hij ook echt naar Duitsland mag vertrekken. Maar toch is hij daar wel heel bewust mee bezig, hè? Ja, hij is nu dus aan het voorbereiden vanuit de gevangenis. Hij wil daar vrachtwagenchauffeur worden, een van zijn eerdere beroepen. Hij heeft ook de Duitse nationaliteit, niet de Nederlandse. En hij hoopt daar eigenlijk in anonimiteit weer een nieuw leven te kunnen opbouwen. En dat wil hij graag in Duitsland, want hij denkt dat hij in Nederland mogelijk zijn leven niet zeker is. De kans is groot, hè? We hebben wel vaker dat soort dingen gezien, hoe er bij huizen opgetreden wordt door omwonenden of door pedohater, zeg maar, als ze weten waar iemand komt te wonen. Ja, nou zijn mensen toch ook wel bang voor een kans op terugval. Hoe denkt hij daar zelf over? Nou, ik denk dat hij die zelf, en als ik dat toch, na 40 jaar ervaring, ik ben wel geen psycholoog of psychiater, maar ik denk dat die terugvalkans, de kans op herhaling, dat die gering is. Ja. Hij sluit het niet uit? Ja, hij sluit het uit. Ja, dat was de advocaat van Benno Larue, Pieter van der Kruis uit Den Bosch. Rogier van Son, dankjewel.